In deze video gaan we op zoek naar de 3 maskers die van Ogerpon gestolen zijn. En daarvoor moeten we deze Pokémon verslaan. Oh, en ik kom ook nog even een shiny Pokémon tegen gewoon. We zijn inmiddels terug aangekomen met Ogerpon in het stadje waar we begonnen. Ogerpon is een beetje bang volgens mij. Die wil eigenlijk liever niet daar naar binnen. Kijk, zie je, hij is bang. Wat is er dan, Ogerponnetje? Vraagt Carmine. Kieran zegt, ja, hij wil vast de stad niet in. Ja, dat is niet zo gek, hè. Mensen doen altijd stom tegen hem. Ogerpon moet maar even buiten de stad wachten. Dan gaan wij even informatie zoeken terwijl hij aan het wachten is. Oh, dan kan iemand niet gewoon bij hem blijven. Ik bedoel, wij zijn met z'n drieën. Hij staat een beetje om zich heen te kijken. Zo van, ja, maar wat moet ik dan? Wat moet ik dan? Ik snap dat niet, hè. Dus zijn we met z'n drieën en dan laten we een bange Pokémon in zijn eentje achter. Oké, hij vertrouwt mij blijkbaar wel. Nu wil hij op zich wel luisteren, hè. Nee, dat vindt Carmine vervelend. Oh, en ik zie trouwens dat steeds minder mensen hun duimpje mogen doen voor de video's. Vind jij deze video's wel leuk? Vergeet het dan niet. En abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. Maar blijkbaar moet ik weer even naar het community center. Moet ik met jou praten? Of moet ik met jou praten? Of moet ik met jou praten? Of moet ik gewoon gaan slapen? Of moet ik met jou praten? Of moet ik hier gewoon helemaal niet zijn? Oh, trouwens, hier achter mij zie je een print die ik heb gescoord in het Van Gogh Museum. Wil je ook op de hoogte blijven van dat soort dingen als ik daar naartoe ga? Volg me dan op Insta en TikTok. Linkjes staan in de beschrijving. Wie zijn dit? Ik moet iedereen een beetje gaan spreken in het dorp. En zij vinden hunzelf heel cute samen blijkbaar. Zij zijn een paar. En ze vragen zich af of er net zo schattige Pokémon zijn als hun. Ik denk dat Mousehold wel bij hun past. Wow, wow, is dat een Mousehold? Wow, dat is een familie. Ah, er zijn inderdaad Pokémon die ook zo dol zijn op elkaar. Oh, ik heb een pose geleerd. Oh, ja, ja, dit was niet echt iets wat ik nodig had. Oeh, ja, deze mevrouw die vertelde wat over Okidoki. Over dat hij een paarse sjaal draagt. En hij heeft hem gezien in de Barrens. Dat betekent in het tussengebied. Wat bedoelt ze daarmee? Nou, we hebben in ieder geval de eerste hint gevonden. Fezantipiti. Oh, die is gespot in de lucht boven Oni Mountain. Kijk, hoppakee. Nog een hintje gevonden. Dus even kijken hoor. Weet jij wat? Munkidori. Ja, jij weet wat. Ik dacht dat iemand soort van ontplof was. Maar dat was Munkidori die aan het slapen was. Wat? En hij was in de buurt van een klein vijvertje. Lekker! We hebben alle hints gevonden. Ogerponnetje! Oké, ik weet waar die loyale 3 zijn. Die Chappy 3 Pokémon eigenlijk. Carmine, die moet er even over nadenken. En zij weet nu waar die alle 3 zijn. Zo, hoppakee. Even opslaan op de Rotom telefoontje. En nu hebben we de 3 locaties. Munkidori is linksonder. Okidoki die is linksboven. En Fezantipiti die is een beetje in het midden. Oh, Kieran die gaat niet mee. Carmine zegt... Wat? Waarom ga je niet mee? Je hoort bij je team. Kieran die zegt, nou, als Rickertje erbij is, dan zal Ogerpon zich wel veilig voelen. Waarom ga je niet mee? Oh, hij heeft dingen om te doen. Wat moet je doen dan? Kieran, je bent gewoon deel van het team. Nou, dan gaan Carmine en ik de maskers voor Ogerpon maar zoeken. Let's go! Oh, trouwens, toen ik zelf aan het spelen was, toen heb ik een shiny Hoothoot gevonden. Dat vind ik echt een van de leukere shinies. Ik hou van gouden shiny Pokémon. Die vind ik echt geweldig. Maar ja, het is wel een normal flying type. En dan is misschien Gligar en Glissar toch beter. Hoewel die wel gewoon echt heel tof is. Vind jij dat ik mijn shinies sowieso in mijn team moet doen? Of is dit team eigenlijk ook wel leuk? Kijk, als ik zo tussen de Pokémon rondloop, dan hoop ik echt altijd om gewoon een shiny te spotten. Ik doe altijd heel rustig aan. Het zou zomaar kunnen dat je opeens een shiny tegenkomt. Anyway, ik ben dus onderweg naar die aap-Pokémon. En die moet dus links onderin zitten ergens. Monkey Madness. Volgens mij begin ik al in de buurt te komen. Het moet hier ergens zijn. Hey, what up, Oricorio. Deze variant heb ik nog niet. Nu wel. Zo, wow, ik ging in één keer flink level up. Dit was de Sensu-stijl Oricorio. Zo, daar staat hij. Hij is echt flink gegroeid. Waarom is hij opeens zo groot? Was Clefable nou super effective er tegen? Of Diplin? Ik weet het niet meer. Yo, hoe komt het dat jij opeens zo groot bent geworden? Gast. Ha, dat is die arrogante gast. Monkidori. Hier, bij Carmine zo. Maar hij is zoveel groter dan de vorige keer. Oh, maar ja, we hebben natuurlijk allemaal eten gegeven. Daarom. Tenminste, wij niet, maar de mensen uit het dorp die hun vereren. Die hebben ze allemaal eten gegeven. We gaan lekker samen vechten er tegen. Oké dan, zo. De Titanic Munkidori heet die. Oh, zo te zien was Diplin niet per se de goede keus. Munkidori doet nasty plotje. Daarmee is een special attack omhoog gegaan. Oh, oké. Morpeko doet hem even paralyzen. Dat is misschien wel lekker. En ik doe Dragon Breath. Oh, dat doet echt zo weinig. Earth Power, die was super effective. Oké. En Shadow Ball. Oh ja, Sinistra, die had ik de vorige keer gebruikt. Morpeko gaat voor Aura Wheel. Oh my gosh, Morpeko die doet het echt goed. Goed gedaan, Carmine. Ja, ik kan natuurlijk wel mijn Pokémon even gaan ruilen. Hij gaat voor Sludge Wave. Oh my gosh. Ik ben in één keer kapot. En Morpeko is alleen maar gesaved door zijn Focus Sash. Poliwrath, use Earth Power. Morpeko gaat voor Lash Out. Oké, okay, Morpeko doet hem echt veel damage. Ik doe echt niet zoveel. Earth Power. Oh my gosh. Ben ik zo zwak nog of zo?
Moet ik level 80 worden hiervoor? Ik denk het wel. Het is echt niet oké. Deze Pokémon zijn echt super sterk. Ik doe ze echt bijna geen damage, joh. Mijn moves zijn ook zelfs super effective en het helpt gewoon niet. Kijk, hier, Shadow Ball. En dan hoe weinig damage gaat dat doen? Ja, oké, wel iets meer dan die Earth Power, maar... Monkey Dory is wel lekker paralyzed. Oké, het gaat toch de goede kant op. Lekker mooi Pekko Lash Out op zijn hoofd. Hoppakee. We zijn er bijna. Shadow Ball. Yes. En hij is nog een keer paralyzed. Ah, dat heb je goed gedaan. Die Morpeko heeft gewoon alles overleefd. Hij had net echt maar 1 HP over. Maar hij leeft toch steeds. Wat een gek. Heerlijk dit. En ik denk dat hij gaat slopen met oude wiel. Ja hoor. Ja hoor. Ja jongen, Monkey Dory. Kan je wel zo groot zijn? Maar dat helpt niet, hè? Oeh, ik krijg wel echt veel XP. 8000. Oh, hij rent weg. Maar hij heeft wel de masker laten vallen. Kijk, en Ogerponnetje die gaat hem gelijk pakken. Hoppakee. De eerste masker is binnen. Ja. Dit is nice. Dit is nice. Ja, dat is wel een verdrietig maskertje. Oké, door naar die vogel. Die moet ergens hierboven bij de berg zijn. Dus even kijken. Ik heb mijn vlagje neergezet waar we moeten zijn. En ik vlieg er nu precies op af. Ah, kijk. Ja, daar is die. Ik zie hem al in de lucht hangen. Hallo, vogel. Ga je pakken, vriend? Hier. Nou, of Morpeko gaat je pakken. Dat kan ook. Daar is die hoor. Yippie. Waarom zijn ze zo gemeen? Oh, hij gaat hier naar binnen. Ik heb hier geen goede herinneringen aan, hè. Als ik hier naar binnen ga in dit soort plekken. Wow, wat is dit voor een plek? Wat heeft deze gekke vogel te verbergen dan? Hier zijn ook allemaal gangetjes. Moet ik nou weten waar die zit? Het is echt een doolhof. Hier liggen wel allemaal goede items blijkbaar. Is dit nou ook weer shiny? Ja! Nou, hoeveel shinies vinden wij? Ik dacht even dat hij op me af kwam rennen. Wow, die is wel cool. Maar als hij op me af zou rennen, dan zou die verdwijnen. Gelukkig bleef hij net voor mijn neus staan. Wow, yo, hoeveel shinies vind ik? Dit is niet normaal. Shiny Sneasel. Laten we hem vangen. Althans, proberen te vangen. Oh, hij doet slash, maar dat raakt mij lekker niet. Gekke roze Sneasel. Hoppa, kom maar. Ja, lekker. Oh nee, niet lekker. Ah, ik kan hem denk ik wel gewoon een keer proberen te raken. Ik denk niet dat ik hem sloop. Ik vind het maar raar dat ik zoveel shinies pak. Maar ik ga niet klagen, man. Ik zou bijna wel klagen als die kapot zou gaan. Shiny Sneasel, let's go. 1, 2. Oké, we hadden hem. Dat was een wonder catch. Ik zat niet op te letten. Hoe vind je zoveel shinies? Een dark en een ice-type. Ik ben niet zo'n grote fan van Sneasel als Pokémon. Maar ondertussen kan ik al wel gewoon een team maken van mijn shiny Pokémon die ik hier heb gevonden. In de plek van de nieuwe DLC. Ik heb een Ariados gevonden. Die kwam random. En ook deze Sneasel komt random. En voor Hoothoot heb ik gehunt. Daar heb ik er zelfs 2 van. Dan heb ik nog shiny Shinx. Echt superleuk. En shiny Nosepass. Dus ik zou hier gewoon een shiny Only Challenge van kunnen maken. Dan moet ik er eigenlijk nog 1 bij vinden. Laat het even in de comments weten of dit een shiny Only Challenge moet worden. Ondertussen vangen we zoveel shinies. Maar ja, ik vind het ook wel leuk om bijvoorbeeld Dripplin en Sinistra te kunnen gebruiken. Dus daarom twijfel ik heel erg. Holy moly, hier zwemt opeens Gyarados. Dus hier nou weer allemaal gaande. Wat zijn dit voor plekken, joh? Het zijn gewoon plekken waar je vet goede items kan vinden, denk ik. Ondertussen ga ik gewoon langzaam maar door naar beneden, denk ik. Hier is een Sliggoo, een Quagsire. Nog verder naar beneden door die grotten heen. Oh, nu kom ik ergens buiten zo te zien. Ja, daar is die. De Vlerk. Yippie. Vezantipity heet deze guy. En die is... ik weet niet of de guy is. Het ziet er niet uit als een guy. Anyway, we moeten deze Pokémon gewoon even gaan verslaan. Vezantipity. Ja, dat zal ongetwijfeld ook een flying type zijn. Ik heb helaas geen electric types in mijn team. Flying types zouden best wel eens een probleem kunnen worden. Met je yippie. Ik ga maar gewoon weer Shadow Ball proberen, denk ik. Carmine, die vindt die Vezantipity wel... knap. Het is wel best wel een mooie Pokémon. Oh, deze wordt ook de Titanic genoemd. Oh, ik denk wel dat we een probleem kunnen hebben, hoor. Het is wel nice dat Morpeko elke keer lekker Thunder Wave doet. Oké, ik ga voor Shadow Ball. Zal die super effective zijn? Nee, helaas. Het probleem is dat Vezantipity ook wel een stukje sneller is. Dat is wel een groot probleem. Oh, hij deed een Fairy-type move. Is het een Fairy-type? Dan moet ik Steel-type moves gebruiken, maar... die heb ik volgens mij helemaal niet. Carmine gaat nu voor Mytiena. Nou, langzaamaan doet mijn Shadow Ball wel iets. Hopen dat Carmine wel super effective moves heeft. Takedown. Die doet ook niet zo heel veel. Ja, het is overduidelijk een Fairy type. Hij doet nu Dazzling Gleam. Maar Sinistra overleeft dat wel. Dus even kijken of ik wat HP terug kan fixen. Oh, die Paralyzes, die doet echt goed zijn werk. Ik doe nu even Matcha Gotcha. Om te kijken of ik wat HP terug kan verdienen. Nou, dat doet niet zo heel veel. Oh, it's not very effective. Oké. Zou die dan... poison zijn. Poison Fairy. Oh, nog steeds zo hard paralyzed. Lekker. Oké, het gaat nu iets beter lijkt het. Mytiena die blijft maar takedown gebruiken. We zijn nu pas bijna op de helft. Ik denk dat Mytiena nu trouwens kapot is. Oh, bijna. Die gaat bijna zichzelf lopen. En we zijn tapiet. Die is voor de 8e keer of zo fully paralyzed. Heerlijk. Oké, we gaan hem nu denk ik over de helft krijgen. Ja, lekker. En daar gaat Mytiena door zijn eigen takedowns. Oké, wat heb je nog meer Carmine voor Pokémon?
Oh, die heeft ook Sinistia. Oké, gezellig. Dubbele spookies. En daardoor heal ik ook weer. Omdat nu Sinistia erin wordt gestuurd. Dat is zijn ability. Dat is heel nice. Oh, daar gaat die Dazzling Gleam. Die pakt ons allebei. Maar dat gaat prima. Wat een ziek idee. Kijk, Carmine die doet lekker mee met Shadow Ball. Die denkt, nou, dat gaat wel lekker met al die Shadow Balls. Nog een keer Dazzling Gleam. De volgende Dazzling Gleam ga ik denk ik down. Dan heeft Sinistia het straks zo goed gedaan. En dan mag hij het niet afmaken, verdorie. Ik denk dat we nog... twee... nou, misschien nog maar één beurt nodig hebben. Oh, Ogerpon is ook enthousiast. Kijk, ja. Die denkt, ah, ik krijg een nieuw maskertje. Oh, daardoor zijn we sneller geworden. Oh, het zou wel lekker zijn als we nu net het toch gaan redden. Ja, als die paralyzed is, dan gaat het sowieso goed komen. Kijk, dit iconische Sinistia duo, joh. Dat krijg je ervan als je Ogerpon pest, zegt Carmine. Inderdaad, weg met die vogel. Fizzantipetti. Bye, bye. Mazzel. Kijk, en hij heeft weer zijn normale grootte te pakken. Hoppakee, allemaal leveltjes omhoog. En ja, daar gaat hij, hè. Daar gaat hij. Vliegt hij weer weg, hoor. Ogerpon, hier is nog een maskertje voor je, vriend. Oh, deze kijkt boos. Dit is wel een cool masker. Ja, dit masker vind ik wel heel cool. De Heartflame Mask. We moeten nog één masker fixen. En dat masker is van deze guy. En dat masker heeft Ogidogi. En we kunnen daar gelijk naartoe warpen. Want daar zijn we al geweest. Waar is die? Hij moet hier ergens zijn. Hallo? Daar is die. Sta je hier gewoon te chillen, vriend? Oké, harde voetstappen. Daar komt hij aan. Karma vraagt, hoe zijn ze allemaal zo groot geworden? Ja, we hebben ze eten gegeven, joh. Hadden we niet moeten doen. Nou, daar gaan we weer. Nou, ik vind het wel een goede tactiek dat jij gewoon de tegenstander steeds even lekker paralyzed eigenlijk. Met Morpeko. Dat vind ik echt een goeie. Geen idee natuurlijk weer welk type deze Pokémon is. Dus ik begin maar weer met Shadow Ball. Karma zegt, die sjaal die is veel te stylish voor jou. Oh, ga je hem niet... Waarom ga je hem niet paralyzen? Oké, hij doet crunch. Oké, dat is niet best voor mijn Sinistia. Dan zal Shadow Ball niet veel helpen, denk ik. Nee. Dit lijkt dus sowieso een Dark-type Pokémon te zijn. Out of view. Oké, we gaan hem dus blijkbaar niet paralyzen. Oh my god. Hij sloopt mijn Sinistia. Ik ben hier niet blij mee. Ik weet even nog niet zo goed wat ik moet doen. Ik gooi Ninetales er maar in. Dat is wel een van mijn mindere Pokémon. Ik hoop dat ik hem burn met Fire Blast. Dat zou wel even lekker zijn. Morpeko, doe hem even paralyzen. Oh nee, ik mis mijn Fire Blast ook nog. Oké, de eerste twee battles had ik geluk. Nu heb ik denk ik heel veel pech. Ninetales gaat ook in één keer kapot. Zijn defense is nu naar beneden. En zijn special defense ook. Het is tijd voor Poliwrath. Hij is misschien ook wel een fighting type. Ik ga denk ik even Earth Power proberen. Kijk, lekker. Oké, nu is die geparalyzed. Dat is goed. Oké, let's go Earth Power. Oké, die is super effective. Lekker. Oké, dan moeten we daarmee doorgaan. En hij is paralyzed. Oké, hier komt de derde masker. Let's go. Earth Power. Hij gaat voor close combat. Ja, dat doet altijd wel pijn. Dat is altijd wel een goede move. Nee, ik ben ook gewoon gepoisoned. Oké, ik heb echt even een full restore nodig nu. Ik wil wel met Poliwrath blijven vechten namelijk. Oké, daar is het full restore. Doe jij maar aanvallen. Oké, prima. Oh, hij gaat weer voor close combat, maar nu op Morpeko. Ja, en die heeft nog één HP'tje over dankzij zijn focus sessie. Ja, zijn defense en zijn special defense is inmiddels wel aardig naar beneden, omdat hij dus steeds close combat gebruikt. En dat doet die move. Die zorgt ervoor dat je eigen stats nogal naar beneden gaan. Je ziet het ook dat onze klappen steeds harder worden. Ik ben benieuwd hoeveel damage deze Earth Power nou doet. Kijk, deze is lekker, man. Oké, en hij doet nog maar een keertje close combat. Hij is niet zo heel slim bezig voor 1 HP van Morpeko. Dat vind ik niet heel handig. Nee, maar je hoort mij niet klagen, want hierdoor kan ik hem makkelijker verslaan. Hier, deze Earth Power. Die maakt hem nu echt bijna kapot. Carmine zegt, denk je dat je cool bent of zo met je critical hits? Ja, zeker. Als jij je move mist met Mighty en mevrouwtje. Hier, nu krijg ik een close combat op mijn hoofd. Je had het af kunnen maken. Nou ja, dan maak ik het maar af. Zeker dat ik cool ben. Hoppakee. Het verslaan van Okidoki is mijn verdienste. Dat kan ik bij de eerste niet echt zeggen, maar oké. We hebben ze in ieder geval allemaal nu verslagen. En zo krijgen we de maskers terug. Gekke beer Pokémon. En daar is hij dan, het laatste maskertje. Hatsaflats. We hebben alle maskers even terugverdiend, hoor. Ah, dit is wel het leukste masker, denk ik. Deze is tenminste vrolijk. Ja, dan heb je gewoon je maskers terug. En Kieran, die is ook terug. Die komt er toch maar weer even bij. Hij wil weer wat vragen. Ik wil dat je graag met de ogers samen naar het dorp komt. Als jij zegt dat het verstandig is. We moeten Kieran vertrouwen. Dat is alles wat ik wilde vragen. Kom mee. Carmine zegt ik ook maar dat hij weet wat hij doet. Maar hij zag er wel zelfverzekerd uit. Laten we Kiki vertrouwen en teruggaan naar het dorp. Met Ogerponnetje erbij. Oké, cool. Dat gaan we doen in de volgende aflevering. Dus als je dit wil zien, doe een duimpje omhoog. Laat even weten of ik shiny Pokémon moet gebruiken. En abonneer op dit kanaal voor heel veel Nintendo video's. Mazzel!